Ja, allemaal bedankt voor de komst. Kan ik het uitleggen hoe dat zit? Hier? René, de paus komt naar België. Wat kunt je dat inbeelden dat de paus naar België komt? Het is niet zet die muziek aan. Hey René, kunt je dat inbeelden? Een openluchtmis door de paus vlak in een café. Waarom praat jij zo over die paus? Jij gelooft toch niet? Omdat we rijk gaan worden, tja! Het is daar echt een prachtige zin, René. Een veel groen en bomen. Ideaal voor de kinders. En riekt de morgenrand, het voetje ruikt lekker fris en heurig. Het wordt een heugelijke dag in de geschiedenis van de stad Gent. De komst van Johannes Paulus II zal natuurlijk veel pelgrims op de been brengen. Ze hebben kunnen ook dingen verkopen. Paternosters. Er staat hier een ganse markt. En waarom niet? Een klein marktje. En we werken met verschillende standjes hier in ons hof. Wat is dat? Boterkoeken. Hoeveel boterkoeken? Die stoel moet dan ook komen, hè? Dat is de laatste. Dat gaat de moeite zijn, René. Echt. Je moet drinken, een babbel, hè. Ik versta niet dat je al dat geld investeert in een standencomplex terwijl dat ze zelf allemaal een kraam hebben staan, verdomme! Dat is geen een ordinaire markt, René. Je verstaat het niet. Dat is een dik egoïst. Ja, voilà. Ze moet al komen, hè. Dat ben je allemaal mee? Ja, allemaal mee. Zijn we dat zeker? Ja. En die markt komt er, hè. Dan ga ik persoonlijk voor de zorgen.